Buongiorno Giorgio. Fino a poco forse. Certo. Het is alweer 8:30. Ik heb ontbeten. Kijk of die andere al wakker is. Ciao Johnny. Ciao, ciao. Vandaag gaan we naar de Vaticaanstad en dat doen we lopen zodat we andere monumenten kunnen zien en historische artefacten. Ik loop al 3 dagen langs deze gebouwen. Dit hier en dat daar. En ik heb geen flauw idee hoe ze heten. We waren gisteren naar het strand gegaan en we zijn helemaal verbrand. Mijn rug doet pijn, mijn voorhoofd doet pijn, mijn benen doen pijn. Alles doet pijn eigenlijk. We staan nu hier bij het ongeval. Zojuist iemand vast in de lift. Zoals je kan zien doet de lift het niet. De mensen die hierin zitten, die zijn aan het lot overgelaten. Ik zie ook niemand die hier iets aan doet. Are you guys okay? Ja, zo te zien gaat het helemaal goed met ze. Hopelijk kunnen ze de hitte een beetje ontlopen. Van boven is er glas. We kunnen door het glas kijken naar ze als een stelletje apen.
Dag beste mensen. Zoals jullie gezien hebben, we hebben de Vaticaan bezocht. Net gegeten in een soort chicken spot. Smerig eten. Mijn tripod die is kapot. Helemaal vervelend. De vlog zullen lelijker worden en niet beter op. Ik wens het een succes. Al het lopen van vandaag heb ik 2 blaren opgelopen, elk op 1 voet. Eni en Mijni. Mo is er nog niet. Vandaag hebben we de La Operazione, de blaren. Desinfectie hebben we parfum, dus het alcohol. We hebben onze mooie operatiekit. Eerst begin je met een schaar. Dan pak je een stukje. En knip je zo open. Als schaar niet lukt, pak je kniptang. Ga je zo knippen. Pak je een stukje en knip je open. Al het vocht die komt eruit, lekker laten vloeien. Voor desinfectie pak je parfum en dan spuit je het erop. Ah! Het prikt een beetje. Hebben een pleister. Nee, we geen pleister. Waarom heb je parfum gespoord in de blaar nadat je hem open hebt gemaakt? Het is infectie. Doet het pijn? Ja. Kan je even googlen wat je moet doen met blaren. Voordat je begint met blaren te ontleden, ga je opzoeken wat je het best kan doen tegen blaren. Shit. Ik ga het uitwassen, jongen. Wow. Het pijn schiet naar mijn grote teen. Wanneer je googelt van wat te doen bij blaren, kom je bij cm.be. Niets te doen. Dat zegt waarschijnlijk genoeg omdat het .be is. We hebben hier te maken met een drukplaats, dus op de voetzool. Er zijn pijnlijke blaren, zijn redelijk groot. Die kan je in principe prikken. Je gaat vooraf het huid reinigen met water en zeep. Ik heb hem net gedoucht. Prik vervolgens de blaar aan 2 uiteindes door een steriele ontsmetnaald. Oké, dat was niet ontsmet. Het vocht eruit. Oké, we hebben dat goed gedaan. Ontsmet de blaar bij een voorkeur waterige oplossing op basis van chloorverbinding. Nou ja, we hebben op zich allemaal goed gedaan. Nou, hetzelfde procedure herhalen met het andere braal. Eni. Kluisa. Dames en heren, dit is het resultaat van nieuwe schoenen mee te nemen op een vakantie waar je veel gaat lopen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.